Goedemiddag, welkom bij een extra aflevering van Sportclub Rijnmond, die geheel in het teken staat van de oefenwedstrijd Feyenoord Excelsior hier vanmiddag in de Kuip. Het is een bijzondere wedstrijd, want niet alleen geldt die als voorbereiding op de tweede seizoenshelft, nee, er wordt ook geld ingezameld en aandacht gevraagd voor de strijd tegen kanker en het 100-jarig bestaan van de Daniël de Hoed Kliniek. Feyenoord en Excelsior spelen daarom ook met een bijzondere reclameuiting op het shirt. Geen Opel of DSW, maar maak kanker kansloos. Een mooi gebaar in een zeer goed gevulde Kuip. Feyenoord zonder Erwin Mulder, geblesseerd aan zijn hand. Een kneuzing van een middenhandsbeentje, Kostas Lamproe dus in de goal. Niet spelen, bijvoorbeeld Stefan de Vrij, Bruno Martins Indy, Jean-Paul Boetius en Lex Immers. De tweede keus krijgt dus een kans van trainer Ronald Koeman, onder andere Otman Bakal, John Goossens en Samuel Armenteros. Excelsior onder leiding van de nieuwe trainer Marinus Dijkhuizen wel in de sterkste opstelling. Dus met Veldwijk als de nummer 9 en uiteraard de uitblinker van de Kralingers Lars Hutte op 10. Van de Fischer en Graziano Pelle de aanvoerders, Jochem Kamphuis de scheidsrechter. Vrijdag zaten beide captains al achter de tafel tijdens een speciaal belegde persconferentie. Nu wensen ze elkaar een sportieve wedstrijd en een bijzondere wedstrijd. Want dit is Linda de Filippi, pas 23 jaar, een voetbalster. Maar geconfronteerd met die verschrikkelijke ziekte, leukemie. Ze vecht zich terug. Laten we hopen dat het haar gaat lukken. Zij mag aftrappen en ziet dat na 5 minuten Excelsior bouwt aan een aanval. Hutte vindt op links Botaka. Woudenberg, de Feyenoord-huurling, komt er overheen. Weer Hutte. De aanname is net niet goed genoeg. Kongolo, basisspeler, voorkomt een Kralingse goal. En Dijkhuizen laat zich met zijn ploeg gelijk zien in de Kuip. Een minuutje later, Armenteros. Schaken met het hakje. En Dekkers, de keeper van Excelsior, zit er goed bij. Blijft dus 0-0. Leuke openingsfase. Weer Armenteros. Kwartiertje gespeeld. Pelle! Heeft grote voeten. Maar zijn rechtervoet is net niet groot genoeg om te scoren. En ook Klaasie weet het net niet te vinden. Feyenoord weer. Schaken. Oh, daar komt Woudenberg. Bal over de achterlijn. Assistent scheidsrechter Buit. Ook naar de vlakte. Geen blessures, geen pijn. Dus mogen we je best wel even omgniffelen. Weer de ploeg van trainer Ronald Koeman. Terence Kongolo. Goossens. En daar. Weer een kans voor Schaken. Maar opnieuw geen doelpunt. Veldwijk laat de bal vallen op Hutte. Botaka. De 20e minuut. Veldwijk kapt zijn directe tegenstander goed uit. Ricky Kruis kan net niet schieten. Zo blijft het dus 0-0. Goede actie van Veldwijk. Pelle. Draait zich weg van zijn tegenstander. Jan Maat. De voorzet. Ja, Pelle was daar niet. En Schaken simpelweg te klein om de voorzet van Jan Maat binnen te koppen. Rick Kruis. Zijn vader wekt dus. Sinds scoort ook weer in Rotterdam. Aan de andere kant van de Maas bij Sparta. Schaken weer. Actief in de eerste helft. De voorzet. En Armenteros onder de bal door. In tweede instantie geen gevaar voor de goal van Jordi Dekkers. Feyenoord dat morgen vertrekt naar Zuid-Spanje. Om daar te gaan trainen en te oefenen tegen Basel. Om dan op 19 januari de competitie te hervatten met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Hoekschop, Goossens. Wegkoppen van Veldwijk, verlengen van Woudenberg, Klaasie. Maar Dekkers laat zien een betrouwbare doelman te zijn. Dekkers die met Excelsior niet naar het buitenland gaat.
In Kralingen is er gewoon wat minder geld beschikbaar. Zij spelen op vrijdag 17 januari tegen de koploper uit. In Dordrecht dus. Kans voor Feyenoord. Armenteros moet hier de bal minimaal goed raken. Maar dat doet hij niet. Kan zijn trainer niet overtuigen in dit duel. Samuel Armenteros. En zal dus ook gewoon tweede keus blijven. Kans voor Bakal. Wordt hij ooit weer eerste keus in de Kuip? Ja, dan moet hij dit soort kansen echt wel gaan maken. Goede voorzet, Kongolo. Terwijl de reservespelers, die gaan aan het slot van de eerste helft opwarmen om in de tweede helft massaal in te gaan vallen bij zowel Feyenoord als Excelsior. Krijgen de Kralingers nog een vrije trap. Vlak voor de pauze, Hutte. En daar is Lamproe in een innige omhelzing met Rick Kruis. Maar geen doelpunt. En dus is Feyenoord Excelsior halverwege 0-0. En zal met name de trainer van Feyenoord zo zijn bedenkingen hebben. Maar het publiek vermaakt zich prima in de Kuip. De tweede helft dan, met zoals gezegd. Veel nieuwe spelers, 20 om precies te zijn. Alleen Ouazar bij Excelsior, Kongolo bij Feyenoord. Zij blijven staan. En de Kralingers met een kans. Erwin Nuitink op de lat boven Ronald Graafland. Goede poging van Excelsior, maar geen doelpunt. Een kwartier voor tijd dan. Hoekschop Feyenoord. Wesley Verhoek passeert Boy de Jong. Maar scoort niet. Goed schot met de linker van Verhoek. Ongelukkig bij Feyenoord. Speelt weinig. En had hier succesvol kunnen zijn. Overtreding Bergfens. Op Vuljena. In de slotfase van de wedstrijd. In de laatste minuut. Bergfens is het er niet mee eens. Vuljena neemt hem zelf. En dan is de band toch gebroken. Dan is het toch Feyenoord dat scoort. En kijk naar die enorme blijdschap bij Tony Vuljena. Het is maar een oefenduel, een benefietduel. Maar hier zie je frustratie. Een speler die het niet goed deed in de eerste helft van het seizoen. En nu een lekkere goal maakt. Tony Vuljena. Juventus zou geïnteresseerd zijn en 3,5 miljoen euro voor hem over hebben. Natuurlijk veel te weinig. Maar dat hij kan voetballen, dat laat hij hier wel zien. En daardoor wint Feyenoord met 1-0 van Excelsior. Maar veel belangrijker is er veel geld opgehaald voor de strijd tegen kanker. En tot zover Feyenoord Excelsior en de eerste aflevering van Sportclub Rijnmond in 2014. Morgen zijn we er weer. Dan meer Feyenoord Excelsior, nog meer. En natuurlijk ook veel aandacht voor de Zesdaagse van Rotterdam. Tot morgen.